Als familiebedrijf denken wij niet in jaren, maar in generaties. Dat is ook het vertrekpunt van onze duurzaamheidsstrategie. Duurzaamheid is voor Royal Awear duurzaam ondernemen in de keten, waarbij alle schakels blijvend voordeel hebben. Klanten blijven voor ons kiezen. Melkveehouders kunnen blijven boeren. En medewerkers blijven zich thuis voelen en kunnen zich ontwikkelen. Om dit te bereiken hebben we concrete doelstellingen bepaald voor 6 pijlers. Wat we per pijler in praktijk doen, laten we je graag zien. Mijn naam is Sietske Oosterbaan en ik ben productiemanager van de Roomfabriek in Heerenveen. We maken hier UAT Room. Deze wordt exclusief afgenomen door ons strategisch partner Fonterra, een van de grootste zuivelcoöperaties ter wereld. Ik ben verantwoordelijk voor de productie van room en heb nauw contact met Fonterra. En daar gaat het in deze video over, respectvolle samenwerking. Ons partnership is gestart in 2015. Awear wilde groeien en de hele keten van consument tot koe in eigen beheer hebben. Daarmee bedoel ik dat we een deel van de kaas die we verkopen zelf gingen produceren. Bij het maken van kaas in onze kaasmakerij komt wij vrij. Fonterra was op zoek naar een partner die hem van hoogwaardige wei kon voorzien. En dit was de basis voor wat je nu ziet hier in Heerenveen. De fabrieken zitten letterlijk aan elkaar verbonden. De wei die vrijkomt bij het maken van kaas wordt via een leiding naar de fabriek van Fonterra getransporteerd. Heel duurzaam en efficiënt, want hierdoor is er geen onnodig transport met vrachtwagens nodig. Fonterra produceert vervolgens hoogwaardige weiproducten, zoals babyvoeding. In 2020 openden we onze mozzarella- en roomfabriek pal naast onze kaasmakerij. En ook de wei die vrijkomt bij het maken van mozzarella wordt door Fonterra verwerkt. Daarnaast maken we in onze roomfabriek diverse producten voor patisserie en culinaire toepassingen die Fonterra vervolgens afneemt en wereldwijd verkoopt. Wekelijks hebben we een productiemeeting. En daarin bespreken we de resultaten van de afgelopen week, kijken we naar wat we behaald hebben qua producties, maar ook qua resultaten van het eindproduct. Daarnaast hebben we dagelijks contact als het nodig is. Als het niet nodig is, hopen we elkaar ook niet in de weg te lopen, maar als het nodig is, dan zijn we super dichtbij, kunnen we elkaar bellen en is het snel geregeld. Het belangrijkste voor succesvolle samenwerking is het gezamenlijke doel van Fonterra en Awear. We willen beide kwalitatief hoogwaardige producten maken. Dat kunnen we alleen bereiken door intensief samen te werken. We leren samen en van elkaar. Ik heb heel regelmatig productieoverleg met mijn contactpersoon van Fonterra. Maar de samenwerking is veel breder dan dat. Namelijk ook op bijvoorbeeld het gebied van QA en technologie. Dit doen we ook weer om de hoge productkwaliteit te borgen. Die focus op kwaliteit en productontwikkeling is zelfs al gewaardeerd met een mooie prijs. In 2022 hebben we de Supreme Champion Dairy Product Award gewonnen tijdens de International Cheese and Dairy Awards. Dit is het grootste internationale platform voor kaas- en zuivelproducten en ieder jaar doen er meer dan 5500 producenten mee. Het houdt niet op bij het afleveren van het product aan de klant. We kijken continu hoe we kunnen verbeteren om het proces nog efficiënter te laten verlopen. Wat ik nou het mooist vind aan de samenwerking tussen Awear en Fonterra is dat we altijd gezamenlijk naar het probleem kijken, oplossingen bedenken, maar ook gewoon een supergoed product neerzetten. Meer weten over wat Royal Awear doet op het gebied van duurzaamheid? Kijk op royal-awear.com/duurzaam.